Goeiedag, we beleven een hele wisselende oktober. Dagen met veel zon en aangename temperaturen worden afgewisseld door dagen met toch behoorlijk wat regen. De afgelopen periode zijn er soms zware buien gevallen. Veel plaatsen in Nederland gaan al richting een normale maandhoeveelheid aan regen voor oktober. En vooral volgende week lijkt daar toch ook weer het nodige bij te gaan komen. Nou, dit weekend krijgt groot deel van Nederland herfstvakantie. Volgende week volgt Zuid-Nederland nog. En we gaan in deze nieuwe 30-daagse video kijken hoe het in die weken eruit ziet. En dan beginnen we even met de komende week. Nou, dan zien we toch een behoorlijk wisselvallig beeld. Veel groene kleuren in onze regio, dat betekent meer neerslag dan gebruikelijk. En dat heeft te maken met een trein, als het ware van lage drukgebieden, die van west naar oost over onze regio bewegen of net ten noorden ervan langs. Nou, die lage drukgebieden zorgen voor heel wisselvallig weer. Soms ook een stevige wind, vooral halverwege volgende week kan het af en toe echt flink waaien. En daarbij dus heel veel buien van tijd tot tijd. Koude bovenluchten, boven het warme zeewater levert dat stevige buien op en vooral in de kustgebieden kan dat een behoorlijke plens water opleveren. De minste neerslag verwacht ik dan in delen van Zuid- en Zuidoost-Nederland die het verst van de kust af liggen. Nou, boven het zuiden van Europa wat meer hoge druk invloed, daar dus drogere omstandigheden en ook nog steeds het warmere weer in Europa. Helemaal in het noorden van Scandinavië en in het oosten van Europa, daar kan af en toe zelfs al wat winterse neerslag vallen, maar dat is bij ons voorlopig niet aan de orde. Want de temperaturen liggen vrij hoog voor de tijd van het jaar. Sterker nog, met name de eerste helft van volgende week gaan we behoorlijk de lucht in. Lokaal kan het zelfs wel zo'n 20 graden worden. Nou, dat is ongeveer 5 graden boven het langjarig gemiddelde voor half oktober. Maar het weekgemiddelde neigt ook wel naar in ieder geval een graad of 2, 3 boven normaal. Dat betekent dat het in de loop van volgende week wel geleidelijk afkoelt. En dat zien we ook op de laatste pluim. Hier die warme, vrij warme periode voor de tijd van het jaar met temperaturen lokaal tot dus zo'n 20 graden. Maar daarna gaan we alweer omlaag naar zo'n 13, 14 graden. Dat is iets beneden gemiddeld voor deze tijd van het jaar. En ook de nachten lijken dan toch geleidelijk wel weer wat kouder te gaan worden. Gaan we dan wat verder kijken naar de laatste week van oktober richting de maandwisseling, dan zien we dat er aan de temperatuur niet zo heel veel verandert. De afwijking blijft zo'n 1 tot 2 graden naar boven gericht. Dat betekent dat we overdag vaak temperaturen van 15 graden of nog iets meer hebben. En ook dat de nachten vaak tamelijk zacht zijn. En dat heeft te maken met het wisselvallige weer. We hebben te maken met vrij veel bewolking, van tijd tot tijd buien. En daardoor kan het 's nachts nog niet zo snel afkoelen. En zelfs de week daarna, de eerste week van november, blijft die temperatuurafwijking omhoog in stand. Ook dan een graad of 2 boven gemiddeld. Dat betekent dat koud weer, misschien de eerste winterse neerslag, dat lijkt er voorlopig toch niet in te zitten. Af en toe kan dat begin november al voorkomen. Incidenteel zelfs al in oktober, maar dat lijkt dit jaar toch wel uit te blijven. Wel blijft het daarbij behoorlijk wisselvallig. Dit is de prognose tot en met de maandwisseling. Dan zien we nog steeds veel groene kleuren in onze regio en ook ten westen van ons. Dat betekent nog steeds de aanvoer van die lage drukgebieden vanaf de oceaan met van tijd tot tijd stevige buien. Waar dan exact de meeste neerslag gaat vallen is natuurlijk lastig te zeggen op deze termijn, maar de kustgebieden maken wel de grootste kans. Het droogste weer in Centraal-Europa en boven het zuiden, daar ligt wat vaker een hoger drukgebied met nog steeds ook die hogere temperaturen. Voorlopig dus wisselvallig weer en daar verandert in ieder geval tot november heel weinig aan. Ik wens u een goed weekend.